komt hij dan. Ski, but take me out. Ja,
had hem eigenlijk weggelukt. Ja. Ga je nu weglukken? Pion? Waarom? De ketting. De ketting. Ja. Is dat echt zo'n dingetje, zo'n ketting? Want ik kan me voorstellen als ik morgen alleen nog bloemen ga dragen in de lid en moet iedereen een ketting. Zo gevoelig ligt dat ook wel. Ja, nee, ik denk niet dat je zou een ketting wel om te doen. Nee, maar je snapt wat ik bedoel, hè? Het kan van ja, mode, dit van mode ding, zo'n ketting is zo snel afgepraat bij mijn jongen. Dus de ketting is echt het ding. Ja. Oké, duidelijk. Goed. Ik kom even naar je toe. Hoor je dat vaker over die ketting? Nee, dat hoor ik wel eens reactie. Je hoort nou een aantal vrouwen die dat niks vinden. Ben je dan bereid om de ketting af te doen? Natuurlijk. En ben je bereid om hem nu af te doen? Thank you.
Klopt het een beetje, jongens? Vinden we dit? Ja, toch? Ja, mooi. Kom maar. Goed zo. Jeroen, je ziet Isabel nou van dichtbij. Ja, je bent een Playboy-kenner, hè? Kan deze met liedjes in jouw, op jouw middenpagina? Mag hoor, ja. Goed dan. Fijn dan. Pak ook even handjes. Mag ik het horen voor Jeroen en Isabel. Hij ziet eruit als een hele lieve jongen. En ik val meestal op verkeerde jongens, zoals verslaving of andere dingen. Dus daarom heb ik voor hem gekozen, want ik denk dat hij wel heel erg lief voor mij gaat zijn. Maar zie je op een kind ding, die heeft nu een broekzak zitten. Dat is een roos voorspelhouder. Die roep je hem kort rond. Geen problemen met de ketting. Ik vond het hartstikke mooi bij een jongen staan. Ik wil altijd spelen, zeg maar. Dit is het vervolg natuurlijk. Hey Ski, vertel eens, is het nog wat geworden met het meisje? Per de prijs. Volg. Niet geworden. Jammer man. Nou ja, volgende keer beter toch? Volgende keer beter. Leuk meisje in ieder moet tegenwoordig. Het heeft niet uit, pak het. Maakt niet uit. Je hebt gelijk, ja toch? Zeker weten.